Welkom weer bij een nieuw weekvlog. Weekvlog nummer 4. De weken vliegen ook weer echt voorbij hier in januari. En ik verbaas me eventjes over mijn camera instellen. Want ik heb mijn camera instellingen laatst veranderd. Waardoor het beeld wat helderder geworden is. Ik sta hier momenteel bij ons thuis op de overloop van de zolder. Ik heb geen licht aan. Maar als ik zo mijn schermpje kijk, is het net alsof ik wel licht aan heb. Dus ik heb toch goede instellingen gevonden. Maar goed, in ieder geval, welkom bij een nieuw weekvlog. Ik stond op het punt om eventjes mijn Walhalla in te lopen. En elke keer als ik nu ook weer hier binnen loop, dan denk ik echt van, waarom kan je het niet gewoon netjes houden hier, oh? Echt, kijk. Het valt nog mee, hoor. Maar dan denk ik bij mezelf ook van al die zooi weer op de grond. Waarom doe je dat? Ruim het gewoon gelijk op. Je hebt het niet voor niets op orde gebracht hier, oh. Maar goed. Het zal altijd dit dingetje blijven. Het is ook heel erg leuk dat dit hier nog steeds ligt. Dat zijn oude dakpannen. Van de lekkage die we hebben gehad hier op het dak. Was je echt hier precies boven. Dus het lekt hier in Walhalla op de vloer. Maar ook op de trap lekte het. Dus er zijn dakpannen vervangen. Het bovenste gedeelte van het dak, die pannen. Ik weet eventjes niet hoe je die noemt. Maar daar zijn ook nieuwe opgelegd. Dus de lekkage is gelukkig opgelost. Maar de oude meuk ligt hier dus nog steeds. Echt. Het zal altijd een dingetje blijven hier. Maar goed. Ik loop eventjes mijn Walhalla in. Omdat ik eventjes mijn koolpakketten wil pakken. Ik heb besloten vanwege alle onrust die ik momenteel in mijn hoofd heb zitten. En daar ga ik ook verder niet over uitweiden. Want dat is een privé dingetje. Daar ga ik eventjes verder niet over uitweiden. Maar ik heb enorm onrust in mijn hoofd zitten. Heb ik gewoon even besloten om chill te doen. Ik had natuurlijk een project beneden staan ook. Eigen ontwerpen van ik zoiets had van, oh, dat moet ik echt eventjes gaan uitwerken en verder in orde maken. Maar kom er gewoon niet aan toe. Ik heb gewoon niet de rust in mijn kop zitten om het te doen. En ik heb nu zoiets van, weet je, gewoon chill. Lekker volgens bestaande patronen aan het werk gaan. Dan kan je gewoon echt lekker chill patroontje volgen zonder al te veel hoeven nadenken. Het is gewoon voor mij op dit moment eventjes het beste om te doen. Maak jullie alsjeblieft geen zorgen. Komt allemaal goed. Maar het is momenteel gewoon eventjes een rare, vreemde periode. Maar komt het eigenlijk ook allemaal wel weer goed. We hebben het allemaal wel eens en zo. En ik ben er alleen extra gevoelig voor. Dat zijn mijn restanten van burn-out die ik ooit doorgemaakt heb. Dat ik daar gewoon heel erg in kan wisselen. Ik dacht dat ik het allemaal redelijk op de rit had, maar eventjes niet. Maar goed, kan gebeuren. En denk maar zo, brand is vele malen erger. Maar ik ga deze pakketten mee naar beneden nemen. Want daar zijn de proeflapjes van de week voor uitgekomen. En dat is dus dat koolpakket van de Dawn Chorus Shell van Martin Up North. Ik heb twee pakketten. Beide cadeau gekregen. Dus ik kan voor zowel de gebreide als de gehaakte versie lekker aan de gang gaan. En ik ga dus gewoon even lekker aan de slag met de proeflapjes. Oh ja, die heb ik ook nog. Die kan ik ook alvast wel even. Nee, die laat ik hier nog even staan. Het zijn nog pakketjes voor september 18 waarmee ik aan de gang moet. Kan volgend weekend, want dan moet Dennis ook vrij zijn. Dus deze pakketjes gaan in ieder geval mee, mijn koolpakketjes. Gaan we weg hier, oh, voordat ik me echt bont en blauw ga erger aan de zooi hier. Oh. Zo, neem ik die alvast mee. Dan kan ik er vanavond gewoon lekker mee aan de gang. Deze weer dicht. En dan ga ik straks gewoon weer eventjes wat spulletjes, projectjes van beneden naar boven bonsoeren. Dus het grote project dat gaat hier gewoon weer op de overloop geplaatst worden. Want daar staan al mijn lopende projecten. Echt zo wonderbaarlijk dat ik geen licht hoef te gebruiken nu. De camera is dus gewoon lichter dan dat het in de daadwerkelijkheid is.
zie je gewoon echt donker. Maar op camera kan ik dus precies zien wat hier staat. Grappig. Goeie instellingen dus. Dus, kijk eens, die gaan mee. Die neem ik straks mee naar beneden. Oeps. Want ik ben ook achter de computer gekropen. Voor het bewerken van het weekvlog van afgelopen week. Ik ga zo direct weekvlog 3 bewerken. Die staat daar klaar. Die moet ik even samen gaan voegen tot één bestand. Zodat jullie de video straks kunnen gaan kijken. Maar ik bedacht me ook eventjes van... joh, ik zit toch achter de computer. Ik heb YouTube openstaan. Omdat ik daar natuurlijk straks de video op ga uploaden. En aangezien ik heel veel vragen krijg over lid worden van mijn kanaal. Denk ik... ik gooi het gewoon even open. En ik laat het jullie gewoon via de computer eventjes zien waar het precies staat. En hoe het een beetje werkt, dan kan ik daar in ieder geval eventjes de vraag over beantwoorden. Voordat ik dat ga laten zien. Vergeet natuurlijk ook eventjes niet te abonneren op mijn kanaal door op de abonneerknop te klikken. Want ja, daar maak je mij heel blij mee. En mocht je deze video leuk vinden, geef me even een duimpje omhoog. Want dan ga je het algoritme aan het werk zetten van YouTube. Waardoor meer mensen mijn kanaal kunnen gaan ontdekken en daarmee dus ook mijn kanaal kunnen laten groeien. Als je op de abonneerknop geklikt hebt, dan verschijnt er ook een belletje. Als je daar dan op tikt, krijg je in het vervolg een melding als er een nieuwe video verschijnt. Blijf je dus lekker op de hoogte. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, laat ook gewoon gezellig eventjes een reactie achter onder deze video. Want dat vind ik altijd erg leuk om te lezen ook. En ja, kijk ook gewoon weer eventjes in de beschrijving. Want in de beschrijving zet ik alle desbetreffende linkjes neer die van toepassing zijn. Dus dat. We gaan weer beginnen met een nieuwe vlog. En ik ga jullie dus eventjes meenemen op YouTube. Dus ik draai even mijn beeld om. Kijk. Dit is dus mijn YouTube zoals jullie hem grotendeels ook zien. Ik heb wel een aantal extra dingetjes erop staan omdat ik ingelogd sta. Zo zie je bijvoorbeeld een plusknopje waarmee ik dus video's kan uploaden. Belletje waar allemaal meldingen in komen en een heel menu als ik hierop klik. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal niet. Plus ik heb hier nog een aantal extra knopjes ook. Kanaal aanpassen, video's beheren. Dat is dus ook allemaal echt achter de schermen werk allemaal. Maar verder ziet het er hetzelfde uit als bij jullie. En dan kun je dus ook zien op mijn homepagina. Dat krijg je dus als je hier op home klikt. Via de computer moet ik er wel even bij zetten. Of laptop, net wat je hebt. Dan heb je dus dit beeld. En dan heb je ook aan de zijkant allemaal opties staan ook. Maar dit is dus de homepagina van mijn YouTube kanaal. En als YouTube hem geactiveerd heeft bij jou. Dan heb je dus hier dat knopje lidmaatschap. En als je daarop tikt, dan krijg je daar meer informatie. Ja, ik kan natuurlijk zelf niet lid worden van mijn eigen kanaal. Ik krijg alleen een overzichtje te zien van wat voor access er allemaal heb. Maar je kan in ieder geval op lidmaatschap klikken. Of zoals hier, hier staan dus mijn leden ook. Ik heb er nu inmiddels 8. Dus ook leuk dat zij een prominent plekje zo op mijn kanaal hebben gekregen. Heel blij met mijn leden natuurlijk. Kijk, dan heb je hier ook nog het knopje lid worden. Eens kijken als ik daarop klik. Kijk. Dan krijg je dus een pop-up scherm. Via de computer, hè. En dan kun je dus kiezen wat je wilt gaan doen. Fan, superfan of megafan. En dan klik je op lid worden. Staan de bedragen er ook bij wat het kost per maand. En hoe langer je lid blijft van mijn kanaal, dan krijg je dus elke keer een ander kleurtje als badge zijnde. Ik ben nog steeds een beetje aan het bedenken van wat ik jullie terug kan gaan geven. Onder het mom van, joh, jullie worden lid van mijn kanaal. Dus dat is zeg maar een betaald abonnement op mijn kanaal. Gewoon om mijn kanaal dus ook te steunen. Abonneren is altijd gratis. Dit lid worden, daar zijn dus deze kosten aan verbonden. Dus het staat je vrij om te kiezen wat je wil natuurlijk. Nou, ik ben met elk lid natuurlijk ontzettend blij. Maar het is dus een vaste maandelijkse donatie die je dan doet aan het kanaal. Waarmee je mij dus ook heel blij mee maakt.
En dat kan je gewoon per maand ook gewoon weer opzeggen als je dat wilt. Dat is helemaal vrij. Maar ik ben dus ook bezig om te kijken wat ik dus voor mijn leden eventueel kan gaan doen. Ik heb wel een aantal ideetjes. Bijvoorbeeld speciale video's voor jullie maken. Of als er bepaalde video's online komen, dat ik die eerst openbaar zet voor de leden. Die kunnen dan als eerst kijken. En dan bijvoorbeeld 2, 3 dagen later of iets dergelijks. Dan kunnen ook de abonnees gewoon kijken. Dus die is niet betaald op mijn kanaal aanwezig zijn. Maar daar moet ik dus gewoon eventjes naar kijken. Maar er is dus een aparte lid worden knop aanwezig. En hoe de betaling verder gaat, dat gaat volgens mij met PayPal, creditcard. En ik heb ook ergens vernomen dat je ook met iDeal zou kunnen betalen. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar op die manier kun je dus eventueel lid worden van mijn kanaal. Maar nogmaals, het kan dus wezen dat die knop nog niet actief is bij jou. Want hij is nog niet bij iedereen zichtbaar. In ieder geval. Je kan dus gewoon op die manier dat afsluiten op mijn kanaal. En aangezien we nou toch op mijn kanaal zitten, kan ik jullie ook nog even laten zien. Klik gewoon even op video's. En even op een weekvlog. Dan gaat er waarschijnlijk de reclame starten. Jups. Kijk, dan heb ik een video gestart. Dit is dus gewoon een weekvlog. Dat zie je hieronder staan. Mike's Creatieve Wereld, weekvlog 2. Lekker rustig weekje met goed nieuws. Kijk, ook. Daar staat dus bij de computer lid worden. En anders heb je hier eventueel ook nog het knopje abonneren staan. Daar kan je dan dus op klikken om abonnee te worden of om een lid te worden. Nou, deze knoppen die hebben jullie natuurlijk niet, want dat is achter de schermen op mijn kanaal voor qua beheer. Maar als je even naar beneden komt, klikt, dan heb je dus dit balkje met meer. En als je die aantikt. Dan opent de beschrijving. En daar vind je dus alle informatie terug die ik benoem in mijn video. En die blauwe dingen, die kun je dus aantikken. Dat zijn werkende linkjes. En dan kom je op de desbetreffende plek terecht, die daarboven dus wordt beschreven. Nou, hier is ook onder andere een linkje naar Dennis' Facebookgroep voor de kaarsjes. Van Karis Atelier en van Zeeman. Die staan er ook altijd bij de standaard in. Dat zijn mijn affiliate links. Dus als je op dit linkje klikt, dan ga je naar Karis Atelier toe. Kun je gewoon lekker shoppen. Kost je niks extra's. Je betaalt gewoon voor wat je in je winkelwagentje gooit. En dat betaal je gewoon. En als je dat dus via dat linkje gaat doen, dan krijg ik dus via dat linkje, is dat zichtbaar, krijg ik een kleine commissie toegestuurd. En daar helpen jullie mij dus ook mee. Dan kreeg ik een financiële bijdrage op die manier. Maar ook hier patronen van Steven West. Dat link ik dan rechtstreeks naar Revelry toe. Bouwpakket van Robotime. Dat link ik hier ook. Dan naar mijn website staat er een linkje. Voor mijn Instagram staat er een linkje. Nou, dit zijn gewoon hashtags. Die zorgen er ook weer wat voor dat mijn video's nog meer makkelijker op te zoeken zijn. Dus dat vind je daar dan allemaal terug. En dan scroll je gewoon iets naar beneden. En dan kun je dus hier ook nog een reactie achterlaten. Doe dat ook gewoon vooral lekker, want dat is ook lekker voor het algoritme. Hoe meer activiteit op video's op mijn kanaal is, des te beter. En dus hier gewoon klik op de knopjes, op de duimpjes, die vind je hier. Klik daar ook gewoon lekker op, want dat is dus echt allemaal hartstikke goed voor de activiteiten op het kanaal. Om dus ook meer bekendheid nog te krijgen. En klik gewoon ook lekker op het abonneerknopje. Er zijn geen kosten aan verbonden. Dus dat doet geen pijn in je portemonnee. Doet nergens pijn. Dus mij maak je er wel heel blij mee. Klik gewoon lekker op dat abonneerknopje. Want daar help je mij dus enorm mee. Dus dat eventjes als achter de schermen. En even kijken hoor. Ik ga hier even klikken. Oh ja, kijk. Dan heb je hier bij die stipjes nog het knopje bedankt. Die kan je ook gebruiken. Klik weer even aan. Kijk, dan krijg je dus bedankt Mike's Creatieve Wereld. Dan kan je dus zelf ook nog een financiële extra bonus geven aan mij, aan mijn kanaal. En het bedrag dat staat gewoon vrij wat jij wil. Dus op die manier kan je het kanaal eventueel ook steunen. Maar dat werkt dus op die manier via de computer.
Mijn ervaring is ook via de telefoon of via een tablet of iets dergelijks dat het op zich redelijk hetzelfde werkt. Maar daarmee kunnen jullie dus ja, zorgen dat het kanaal gewoon in stand blijft. Lekker gaat groeien ook. Dus doe dat vooral eventjes. Goed, dat. Kijk je achter schermen wat dat betreft. Gelijk eventjes vragen erover beantwoord. Ik hoop dat ze daarmee ook beantwoord zijn. Mocht je eventueel nog andere vragen hebben of wat dan ook, laat die gewoon lekker als reactie achter onder het vlog. Want dan kan ik ze altijd eventueel gaan beantwoorden. Ik ga nu aan de bak met het bewerken van mijn video. Dan ga ik mijn bewerkingsprogramma voor openen. Bestandjes erin uploaden en dan ga ik aan de bak. Want dan kan het weekvlog straks online. En in de tussentijd ook eventjes koken. Ik ga lekker risotto maken vanavond. En een lekker soepje. Er was weer een nieuw soeppakket bij de supermarkt. En ik had zoiets van, oeh, klinkt heel lekker. Indiaanse wortelsoep. Dus die ga ik ook lekker maken. Dus ik ga jullie in ieder geval heel veel plezier wensen met het kijken van dit nieuwe weekvlog. Ik hoop dat jullie er weer lekker van genieten. Pak wel lekker je brei of haakwerk erbij. Of waar je ook mee bezig bent. Misschien ben je aan de strijk. Was je aan het wegvouwen. Kortom, geniet er gewoon lekker van met de activiteiten die je doet tijdens het kijken van dit weekvlog. Lekker even wat te drinken erbij ook, want drinken is ook belangrijk. En dan zou ik zeggen, laat je gewoon weer lekker verrassen. Ik heb geen idee wat mijn week gaat brengen. Alvast excuses ook als ik dus misschien wat warrig overkom tijdens dit weekvlog. Maar dat komt omdat er gewoon eventjes een hoop gaande is. Waardoor ik eventjes heel veel aan mijn hoofd heb. Maak je verder geen zorgen. Er zijn geen schokkende dingen. Mocht het wel zo zijn, natuurlijk op persoonlijk vlak of wat dan ook, dan deel ik dat voor zover ik dat delen wil. Maar maak je daar in ieder geval geen zorgen over. Komt allemaal wel goed. Moet even een paar dingetjes weer even een beetje oprit krijgen. Maar dat komt wel goed. In ieder geval, veel plezier. Ik ga in de bak. En ja, misschien wil je wat de week te brengen. Nou, het is inmiddels zaterdagavond. Even kijken. Zondag alweer. Wat is na 12, hè? Nou ja, vanavond lekker gekookt. Het soepje was echt ontzettend lekker. Ik heb al vaker van die vers pakketten meegenomen van de supermarkt. Daar zitten dus gewoon echt verse groentes en dat soort dingen in. En over het algemeen zijn die altijd wel heel lekker. De soepen heb ik heel vaak gewoon echt zelf gigantisch op smaak moeten brengen. Omdat we zoiets hadden van, ja, het is lekker, maar heel veel smaak zit er niet aan. Maar de soep van vanavond, dus die Indiaanse wortelsoep, was voor dit eerst een soep dat we echt dachten, we namen een hap. Omdat we zo, wow, hier zit een hoop smaak aan. Echt ontzettend lekker. Dus die was geslaagd. Risotto was ook weer erg lekker. Ook weer goed gelukt. Nog een lekker restantje van over ook. Dus die hebben we een bakje gedaan en in de vriezer gestopt. Kunnen we die lekker een keertje eten voor als we gezin hebben om te koken of iets dergelijks. Altijd handig. Ik gooi nooit eten weg. Gooi het lekker in de vriezer in een bakje. Nou, het weekvlog, dat wordt inmiddels ook alweer lekker gekeken. Ik zet jullie ondertussen even op tafel neer. Ja, jullie blijven staan. Het weekvlog wordt ook weer lekker bekeken door jullie. Vonden jullie ook weer erg leuk om te zien. Er waren er alweer een aantal die zaten er met smart op te wachten. Dus lekker voor jullie om te kijken. En ik ben lekker met mijn pakketjes bezig geweest. De kooppakketten van Scheepjes. Die heb ik natuurlijk naar beneden gehaald. En ik doe hem dus breien en haken. Ik heb hier het gebreide lapje. 3 mm kom ik perfect uit. Het scheelt hooguit, denk ik, 1 steek. Kwam op in plaats van 24 kwam ik op ongeveer 23,5 uit. Maar ik denk, joh, weet je, die halve steek maakt niet uit. En het is gewoon stevig, maar wel flexibel. Het voelt niet aan als een plank. Kijk, voor een sjaal mag het op zich best stevig zijn. En ik heb dat al vaker ook gehoord van dit garen. Ik heb zelf nog niks afgerond met het garen. Ik heb meerdere projecten ook liggen met de Metropolis van Scheepjes. Want dat is dus het garen wat erin zit. Ik heb al vaker gehoord dat als je dit garen gaat blokken,
dat het een stukje soepeler gaat worden nog en ook een stukje zachter gaat worden. Dus dat is waarschijnlijk ook weer een garen wat door het hele maakproces, het hele verfproces wat stug geworden is. Vind ik het zo op het bolletje echt heel erg meevallen. Het is gewoon lekker qua structuur. Maar het wordt dus nog wat zachter en soepeler als je het gaat wassen en uiteindelijk gaat blokken. Dus ik had zoiets van, weet je, liever dan iets te strak dan te los. Ik hou gewoon eventjes de maat aan. 3 mm, dat heb ik dus nu gedaan. Dat is dit lapje. Die moesten we in de linen stitch maken. De linen steek, de graniet of ook wel weefsteek genoemd. Echt een hele fijne steek om te maken ook. Dus joh, ik heb alleen even gekeken hoeveel steek ik minimaal op moest zetten. En hup, toen ging ik al gewoon. Ik heb niet eens in het patroon gekeken, want die steek die ken ik uit mijn hoofd vandaan. Echt fantastisch. Ook hierbij is het weer zo. Even wat strakker gehaakt. Met een naald 4 mm. Goede stekenproef ook. Met 4 mm kom ik gewoon echt goed uit. En het patroon zegt ook dat je 4 en 3,5 volgens mij moet gebruiken. Nou haak ik dus met deze haaknaalden. Dat zijn mijn handgemaakte haaknaalden van Incu Racing Crafts. Met mijn naam er ook op. Die heb ik toen laten maken. Dus met metalen haaknaald. Lekker gevormd met epoxy door. Maar dat ligt zo ontzettend lekker in de hand. En ze haken zo ontzettend lekker. Dus daar ga ik deze kool ook lekker mee maken. Maar daar haak ik dus iets losser mee. Dus ik denk, ja, dan moet ik gewoon wel eventjes gaan proberen. Want haken, dat verbruikt sowieso meer garen dan breien. Maar hij valt gewoon prima. De stekenproef is gewoon goed. Ook bij deze is het weer zo dat het een redelijk stevig lapje geworden is. Ja, voor een sjaal is dat ook gewoon wel lekker als het wat steviger om je nek heen zit. En ook hierbij is het gewoon straks na het blokken is hij een stuk zachter en soepeler geworden. Dus dat in ieder geval weer in orde gemaakt. De stekenproeven zijn klaar. Hallo op deze late dinsdag. Het is inmiddels alweer bijna 11 uur. Hi. Hi. Leuk weer. Dennis is nog even bezig met een bestelling. Die is hier nog even aan het inpakken, zodat ik die morgen mee kan nemen. Want een collega van mij die had een bestelling gedaan. Dus die is hier nog eventjes op het laatste moment aan het inpakken, zodat ik hem morgen mee kan gaan nemen. Nou ja. Op creatief gebied niet veel gedaan. Vandaag gewoon weer gewerkt. Gisteren een rare, rommelige, bedrijvige dag gehad. Waardoor ik ook 0,0 puff had om creatief bezig te zijn. Dus ik had zoiets van, weet je, het zit me allemaal wel gebakken. Vandaag gewerkt. Ook van het ene gesprek in het andere gesprek. En weer een overleg gehad, bijeenkomst gehad. Dus gewoon wel lekker bezig geweest. En vanavond waren wij niet thuis met eten, want we hebben buiten de deur gegeten vanwege Dennis, zijn vader. Die vierde vandaag zijn verjaardag. Wat Ben? Ja. Oh, dan gaat hij weer met het andere hele ding aan de gang. Echt. Ja, het moet nog even gebeuren. Ja, prima. Ja. Was jarig. Nee, is jarig. Is jarig. Nou, ja, is nog jarig. Dus daar zijn we net van thuis. Ja, na het eten hebben we nog even een spelletje gedaan. Ik was vrij. Mike na zijn werk zijn dikke opgegaan. Ja. Okay. Oh ja, nog even heel spelletje gedaan. Leuk spelletje om te spelen. Quix. Echt een aanrader. Het is een spelletje waar je niet knetterhard bij hoeft na te denken. Het is met dobbelstenen. Je moet gewoon getalletjes wegkruisen ook. Dat is het eigenlijk. Nou, je moet wel een beetje nadenken. Ja, ook wel een beetje tactisch doen, maar het kan een leuk snel spel zijn. Het is echt een heel leuk spelletje om te doen. Dus die hebben we vanavond nog eventjes gezamenlijk met je moeder gespeeld. Oh, dat kan ik niet eens zien. Ja, het was crisis hier. Wacht, ik laat hem even zien, de foto. Ja, er was weer een orchidee van de vensterbank afgezodemieterd door ja, hoeveelste terrorladies. Hoeveelste pot is dat alweer? Dat ze
Nou, ze hebben allemaal wel een keer op de grond gelegen inmiddels. Ja, maar deze was echt wel naar een stuk. Ja, naar de knoppen. Ja, ja, weet je, stuur die mail, foto gewoon even naar mijn mail. Dan komt hij hier nu eventjes in beeld. Oh. Dat is gewoon, hey, ik had hem al naar je toe gestuurd. Oh, naar je mail zei. Ja, nee, oké. Okay. Nee, want ik had hem naar je app gestuurd. Ja, dus ik stuurde hem al naar mijn eigen mail. Dus dan zie je het fotootje hier even voorbij komen. Ja. Van de schade die de dames dus van hebben toegericht hier in huis. Ja. Want het zijn dus de dames, want die zitten altijd met hun kont op de vensterbank achter. Ja. Duncan zit er nooit. Nou, weet je wat ze dan doen? Die ziet het niet, want die is blind. Zoals vandaag ook weer. Dan gaat, zit, zijn ze gewoon aan het clearen. Ja, maar de één zit dus ook soms. Dan zitten ze hier eentje binnen. Dus het is Rebel zat Rebel hier. Zit binnen. Nee, Pepper... nee, andersom was het nu. Pepper zat binnen achter de vitrage of iets. En Rebel was buiten. En die springt dan op de buitentafel. En dan zitten ze tussen het raam. Met het raam ertussen zitten ze naar elkaar te. Ja, ook zo handig, hè? Stoel je met het raam ertussen. Ja. Ja, en dan dondert het dus wel eens een orchidee van de vensterbank af. Ja, ze vallen nooit omhoog. Nee. Zoveelste keer dus al. Zo fijn. Morgen een bedrijvig dagje. Ik ga vreemd. En het is echt vreemd, want ik ga video-opnames maken voor een ander YouTube-kanaal. Dat is echt heel apart. Er komt echt een hele cameraploeg zelfs ook. En voor het YouTube-kanaal later als ik groot ben. Ik heb geen idee wanneer die online gaat komen, maar als die video in ieder geval online is, dan zal ik hem eventjes linken onder de desbetreffende video. En dan zal ik het ook eventjes melden nog aan jullie. Maar het YouTube-kanaal is voor kinderen tussen de 9 en 13 jaar. Die kunnen dan een dagje meelopen. Op een plek waarvan zij denken, daar wil ik later dus ook gaan werken. En er is dus een aanvraag gekomen om een dagje bij ons mee te komen lopen. Dus ja, hadden ze iets, dat is prima. En toen dachten de collega's ook van, joh, we hebben een YouTuber in huis. Die opleidingsgericht bezig is ook allemaal nog qua werkzaamheden. En ook ergocoach zijnde is. Joh, we gaan die inzetten. Dus, ik ga morgen vreemd. Ik ga samen met nog twee andere collega's dus dat op me nemen. Het is een heel draaiboek gemaakt. En daar staat echt per tijdstip ook in verteld wat we gaan doen, waar we dat gaan doen en al dat soort dingen. Dus dat wordt een strakke planning morgen. Ook mijn hele agenda daarvoor geblokkeerd. Dus ik ben echt heel benieuwd. Het is inmiddels alweer woensdagavond. Begin van de avond. 6:55. Het was een vermoeiend dagje vandaag. We hadden vandaag de opnames voor een ander YouTube-kanaal. Dat vertelde ik jullie gisteravond natuurlijk. Het was echt heel erg leuk om te doen. Maar echt zo compleet anders dan wat ik doe. Er kwam echt een cameraploeg. En we moesten echt volgens een bepaald script moesten we werken. De dingen die ik gedaan heb, die moesten een aantal keren ook overnieuw. Niet omdat het fout ging, maar omdat ze dan ook nog eventjes een ander camera-inval wouden hebben. Dus dan ging de cameraman weer op een andere plek staan. Dus dan ging ons dat weer helemaal opnieuw doen. Dus het was even een dingetje. En daarbij, ik moest de camera compleet negeren. Normaal gesproken doe ik natuurlijk niet, want ik kijk in de camera. Nu moest ik hem echt compleet negeren. Dus het was best vermoeiend, maar het was wel weer heel erg leuk om te doen. En ik hoorde dat ergens in april de video online gaat komen. Maar daar hou ik jullie gewoon lekker van op de hoogte. Het was een dingetje. Daarbij moest ik ook nog echt behoorlijk snel schakelen ook. Want ik dacht, joh, ik ga voor die camera staan en ik leg uit wat voor werk ik doe. Maar dat was de bedoeling niet. Want het bleek dus allemaal gericht te zijn op welzijn. Dus ik moest het inderdaad over een functie hebben die ik zelf niet bekleed. Dus ik was ineens een medewerker voor welzijn. En ik had daar een opleiding voor gevolgd. Nou ben ik gelukkig op de hoogte van de opleiding. Maar ik moest zo snel schakelen dat het er allemaal een beetje hakkelig uitkwam ook. Dat ik echt dacht van, oké. Maar goed, 's middags nog even een leuk dingetje gedaan ook. Ik ga niet al te veel verklappen, want dat wordt natuurlijk allemaal. Dat is allemaal te zien straks in die video. Die dus online gaat komen. Ergens omstreeks april. Echt. Ze waren erg blij met de opnames allemaal. Degene die kwam, het meisje, vond het ook allemaal erg leuk. Dus het was al met al wel echt een geslagen dag.
Maar ja, even goed over hier. Hop wachten. En dan ben je op een gegeven moment bezig. Dan moet je weer op een ander plekje gaan staan. Camera moet weer even opnieuw. Dus daar komt zoveel bij kijken. Maar goed, het was wel heel leuk. Maar goed, we hebben het overleefd. Dennis is weer bezig met zijn korsen. Ben je allemaal aan het doen? Een doosje ingepakt. Oh, weer een bestelling. Met een koala. Leuk. En een Volkswagen busje. Ja, die gaan ook in een lekker weer, hè? Die Volkswagen busjes. Kijk, deze heb ik net uit de mal. Oh! Ja. Ik moet dat draaien. Oh, ik zie ineens dat schermpje ineens heel dicht. Ja, ik kan echt wel lekker tegenaan kijken. Even kijken. Die even aan. Kijk, deze komen net uit de mal. Oranje. Bolletjes rol. Oranje ballen. Ja, en... Ik ben hier. Kijk. Ik denk, weet je wat? Ik maak gelijk ook even oranje busjes en dingetjes. En hier ben ik mintgroen aan het proberen te maken. Oké. Okay. Een beetje geel erin gedaan. Weer wat wit extra. Dus, ik weet het niet. Weet het niet. Maar ja, goed, dat ga ik zo zien. Je bent gewoon lekker een brouwseltje aan het maken. Ik ben een brouwseltje aan het maken. Ja. Dus dit ga ik weer opruimen. Daar zit onze toetepoes. Hi toeten. Hé, een rippeltje. Jo, onze toetepoes. Zit je even lekker naar buiten te gluren. Mitchie. Dus jij bent lekker met je karsjes bezig. Ja. Lekker doen. Alweer inmiddels een hele collectie met uiltjes. En met Boeddha. Ja, met die Boeddha hebben we nog niet. Hebben we die al eerder op beeld gehad, de Boeddha? Ja. Oh ja. De witte was het toen. De foto natuurlijk gemaakt. Ja, maar de witte boeddha-hoofd, die was het volgens mij. Ja. Die heb je toen laten zien. Maar er zijn er dus inmiddels meerdere bijgekomen. Ja. En de uilenfamilie is wat meer uitgebreid nu. Zo, ja, ik heb daar heel wat verwensingen naar die uil gedaan. Want iedere keer, kijk, deze oortjes, die zijn best dun. En dan haalde ik ze uit de mal en dan brak er zijn oortje af. Net als bij die andere uil die ik heb, brak ook steeds oor af. Hm. Dus ik heb heel wat uilen opnieuw moeten maken. En nu heb ik een beetje door hoe die uit de mal moet. Zonder dat de oortjes breken. Huh. Dus dat is wel een beetje zonde geweest. Maar goed, ja. Trial and error. Ja, de terror ladies. Hey, Pippert. Hey. Gekke muts. Ik ga lekker aan tafel zitten. Ik heb eigenlijk deze week op zondag na amper wat gedaan op creatief vlak. Ik had daar gewoon echt de rust niet voor in mijn hoofd zitten. En nu heb ik zoiets van, weet je, ik ga gewoon lekker even aan de haak of aan de brei. Want, blijven jullie staan? Ja. Het eerste officiële deel voor de call van Scheepjes is vandaag verschenen. Dus ik kan nu gewoon lekker gaan starten met het officiële eerste deel van de sjaal. Superleuk dat ze dus nu gewoon een gehaakte en een gebreide versie hebben. Dus die is echt voor ieder wat wils. Ben jij geen haker, maar meer een breier, kan je meedoen. Ben je geen breien, maar een haken kan je ook gewoon meedoen. Met hetzelfde pakket. Dus dat is echt ideaal. Op de site van Martin zelf staan ook nog wat extra aanwijzingen, tips en trucs. Een paar instructievideo's staan er ook. Dus mocht jij eventueel meedoen, ook met de call en er niet helemaal uitkomen. Ik kan je er niet mee helpen. Want het is niet mijn ontwerp. Ik volg het ook gewoon zoals iedereen het volgt. Maar op de Facebookgroep van Scheepjes, de Nederlandse Facebookgroep van Scheepjes, kan je al je vragen stellen als je die hebt. Kijk ook gewoon eventjes op die groep, want voor hetzelfde geld is jouw vraag al een keertje gesteld en vind je de antwoorden al gelijk terug. Dan kun je dus daar gewoon een kijkje gaan nemen. En dus op de website van Martin zelf kun je ook nog een hoop tips en trucs en handigheidjes terugvinden die hij daar deelt. Dus ja. Ik ga lekker aan de gang. Hallo op deze
donderdagavond inmiddels alweer. Hectisch werkdagje gehad. Het liep weer eventjes zoals het niet hoorde te lopen. Maar goed. Kim Beuren. Ik heb hem in ieder geval weer lekker overleefd deze dag. Dus dat was mijn dagje wel. Vanavond heb ik lekker even een wandeling gemaakt hier door het dorp. Alleen, even kleren met het instellen van de camera als ik jullie op tafel stel of zet. Alleen met mijn rondje lopen was ik net de straat uit en toen kreeg ik een vrolijke regenbui op mijn knar. Dus ik was aardig nat, maar ik ben gewoon lekker door blijven lopen. Het was ook een klein regenbuitje, maar wel genoeg om kletsnat te worden. Dus het ziet er nou net uit alsof ik gedoucht heb, maar dat is dus nog steeds van de regenbui, ondanks dat ik al een uurtje thuis ben. Goed, was wel even lekker. Ik zie het een beetje als een verfrissende douche. Het was lekker, dus lekker even eruit geweest. Lekker muziekje opgezet, lekker lopen, ruim een uur gewandeld. Ik merk het wel aan mijn scheenbenen nu, want ik heb gewoon echt stevig doorgewandeld. Dus niet gewoon lopen, maar gewoon stevig wandelen. Erg lekker. En voelde ook gewoon lekker goed. Ik heb lekker energie van gekregen ook. Ik merk ook wel dat inmiddels, vergeleken met het begin van dit vlog, waarin ik aangaf van sprak een hoop door mijn hoofd, dingen te maken en dat soort dingen, kreeg wel wat meer rust. Was dat gisteren? Ja, dat was gisteren. Toen ben ik natuurlijk begonnen met de kal van scheepjes. En ik zei daarin ook natuurlijk van, ik begin met deel 1 van de kal, die is online gekomen. Laat het nou gewoon het complete patroon zijn. Echt. Daaraan kan ik dus ook gewoon merken dat ik er gewoon echt totaal niet met mijn gedachten bij was. Ben, want ik heb af en toe nog eventjes wat van die vlagen. Maar het patroon wat uitgekomen is voor zowel het haken als voor het breien is dus het complete patroon. De kal die loopt wel 4 weken. Dus elke week hebben we wel een bepaald stukje waar dan aandacht aan besteed wordt. Maar het is dus gewoon echt het complete patroon. En dat zag ik dus ook pas later dat ik me echt goed ging verdiepen in het patroon. Je hebt een vierkant waarmee je start. Dan ga je de ene kant van de sjaal eraan maken. Vervolgens, als je dit om hebt, klaar hebt, draai je hem om. Andere kant van de sjaal. Want het zijn gewoon eigenlijk, ja, wat ik ook zo zie, zelfde strepen, vlak en dat soort dingen erin. Alleen met andere kleurtjes. En het staat voor één helft staat het helemaal uitgelegd. En dat ga je gewoon opnieuw doen voor de andere helft. Want dat is exact hetzelfde. Het zeg ik alleen dan eventjes met andere kleurtjes. Dus ik ga gewoon lekker op mijn gemakje en mee aan de gang. Ik heb inmiddels dit al van het middelste vierkant, waar dus de sjaal mee opgebouwd wordt, heb ik al gemaakt. En het duurde eventjes voordat ik tevreden was. Want ik heb er behoorlijk wat moeite mee gehad om hem op te starten. Dit is dus een vierkantje in granietsteek, weefsteek of linnensteek, hoe je hem ook wil noemen. Maar het beginnetje, daar liep ik gewoon echt enorm mee te clearen. Als ik nu ook in mijn schermpje van mijn camera kijk, dan komt het vierkantje wel gewoon echt heel mooi over. En dan zie ik dus ook duidelijk gewoon in die hoeken die strepen lopen. Maar als ik hem dan dichterbij bekijk, dan heb ik wel zoiets van, ja, het is nog steeds niet helemaal netjes. Maar goed, weet je. In het grote geheel valt dat straks weg. Dan ziet het er gewoon netjes uit. Ook omdat je het nog een beetje gaat blokken, oprekken, valt het uiteindelijk allemaal wel netjes weg. En ik ben er voor nu gewoon tevreden mee. Dus ik ga dat gewoon lekker vervolgen. En ja, ik ben wat dat betreft gewoon wel tevreden met het resultaat. Het vierkant is dus het begin. En vanuit daar ga je dus een helftje haken. En de andere helft ga je haken. Het haakt echt heel leuk weg. Ja, eigenlijk is het ook gewoon echt verstand op nul. En ga met die banaan, zoals ik het altijd zeg. Die weefsteek, granietsteek, linnensteek, hoe je hem ook wil noemen. Die
haakt gewoon altijd echt ontzettend lekker weg. Heb ik zelf natuurlijk ook tutorials voor op mijn kanaal staan voor een asymmetrische sjouw en een driekante sjouw. Haakt echt fantastisch weg. En ik heb ook al echt heel veel varianten van jullie daarvoor voorbij zien komen. Ik weet dat er inmiddels een aantal van jullie echt helemaal verslaafd zijn aan het maken van die sjaaltjes. Dus dat is echt heel erg leuk. En ja, je kan er gewoon zo ontzettend veel kant mee op met deze steek. Dat is gewoon echt ontzettend leuk. En in de gehaakte versie van de sjaal komt die steek dus echt heel veel voor. Daarom kan je hem dus ook gewoon echt wel strak haken. En dan denk je in eerste instantie echt zo van, oeh, dan gaat het een plank worden. Nou, dat is dus in dit geval niet erg. Want als het project klaar is, dan gaan we hem nog blokken. En blokken betekent dus gewoon dat je dan je werk gaat oprekken, opspannen met water, wasmiddeltje of iets dergelijks. Net wat je fijn vindt. En dan kun je op verschillende manieren kun je dat doen. Maar daardoor rek je je werk dus wat meer op. Geef je de steken weer de ruimte. En dan zul je dus gewoon uiteindelijk gaan merken dat je sjaal daardoor weer een stukje soepeler gaat vallen. En dat het garen ook nog vele malen zachter is geworden. Het is echt een heel zacht garen. Metropolis is van origine gewoon een sokkengaren. Maar met sokkengaren kun je ook van allerlei andere dingen maken. Waaronder dus deze sjaal. En deze steek is gewoon echt, zoals je kunt zien, super rekbaar. Dus deze kun je ook gewoon echt wel wat strakker haken. Want het houdt gewoon heel veel rek. Je kan het zien, ik kan het echt behoorlijk oprekken. Dus dat is ook echt het fijne van deze steek. Dus wees niet bang als je hiermee bezig bent dat je echt denkt, oh, het is wel heel strak. Het begint een beetje op een plank te lijken. Is ook de bedoeling. Liever eventjes iets te strak dan te los. Want het pakketje is echt berekend op een strakke hand van haken. Vandaar ook dat die stekenproef erbij zit. En dat er dus ook het proeflapje wordt geadviseerd. Dat heb ik hier gaan liggen. En zelfs die heb ik nog wat losser gehaakt dan dat ik dit blok haak. Ik had zoiets van, joh, weet je, moet met de haaknaald 4 haken. Ik ga evengoed de draadspanning eventjes wat omhoog schroeven. Zodat het toch nog eventjes iets strakker wordt. Omdat deze steek dus gewoon lekker ruim valt uiteindelijk ook. Als je dat lekker oprekt, dan heb je dus gewoon lekker een soepel materiaal, soepele sjaal. Dus maak je daar geen zorgen over. Dat zeg ik, liever iets te strak. Want dat strakker, dat rek je er straks weer uit op. Als je hem gaat opspannen, echt goed advies om dat te gaan doen ook. Ook omdat er blokjes in zitten die eigenlijk mooier gaan worden nog als je dat dus gaat blokken. Dus gaat oprekken. Dus ja, het begin is in ieder geval gemaakt. Zo, daar ben ik nog weer even. Zoals beloofd. Ik heb echt net de draadjes allemaal weggewerkt van mijn Charlotte blok. Hij is af en dit is hem geworden. Een nieuwe. Ik vind hem weer erg leuk geworden. Ja, eigenlijk is elk blok wat je met deze Fenna maakt heel erg leuk. Het geeft gewoon echt zo ontzettend leuk kleureffect elke keer weer. Moet nog wel eventjes een beetje opgerekt worden. Maar goed, dat komt ook wel goed. Kijk, nou heb ik hem helemaal. Ik vind hem weer erg leuk geworden. Ik ben er weer happy mee. Dus die kan aan de collectie toegevoegd worden. Hier in de bak naast me. Alle andere lappen. Dus ik heb er nu 1, 2, 3, 4, 5. En deze erbij is nummertje 6. Ik ga gelijk kijken of qua formaat het goed uitkomt. Ik zal ze ook even een beetje netjes op elkaar leggen. Zo. En dan gaat de nieuwe er bovenop. Nou, perfect. Dus gewoon goed gegokt met mijn naald 4,5. Hij is perfect qua maat. Dus nu officieel op de helft met de lappen. Nog 6 te gaan.
Ik laat dus gewoon die bak met Fenna ook gewoon hier staan. Ik kreeg ook nog wel de vraag van waar komt dat garen vandaan, Fenna? Nou, dat kwam toentertijd bij de Vibra vandaan. Is inmiddels al behoorlijk wat jaren geleden. Bij mij weten heeft de Vibra het ook niet meer. Maar mocht je eventueel geïnteresseerd zijn ook in een soort gelijkgaren, dan kun je de wanderlust van scheepjes gaan gebruiken. Want die zijn nagenoeg eigenlijk gewoon hetzelfde. Qua samenstelling is het gewoon hetzelfde. En kleurverloop heb je ook ruime keuze in. Qua structuur van draadje is het gewoon hetzelfde. Dus scheepjes wanderlust komt overeen met de Fenna van toen van de Vibra. Was toevallig vanmiddag nog in de Vibra. Heb ik in het garenschap gekeken ook. Wel doorgelopen. Lag geen Fenna tussen. Dus ik denk niet dat de Vibra dat garen nog verkoopt. Maar daar kwam dat dus oorspronkelijk toen vandaan. Zo, dus dat. Weer een blokje van de Charlotte's Dream Deken afgerond. Nou, mijn andere project ben ik vanavond niet mee verder gegaan. Heb ik in ieder geval wel aardig wat aan kunnen doen ook. Dus best wel fijn. Hi. Hi. Dennis is ook weer in de building. Heeft zijn avonddienst er weer op zitten. Avond. Nou ja, ze gaan niet jou. Geen rare dingen. Nee. Gewoon lekker gewerkt. Ja hoor. Zo. Je moet nog steeds je decemberkalender inleveren. Ja. Die hangt er nog steeds. Even kijken. En er is. Vervelend geluid op beeld. Ja, maar ik heb wel de aandacht. Nieuw malletje. Maar ja, wat is het? Oeh. Ja, ik ben er gelijk mooi van afgeknipt. Dat is niet meer zo. We hebben wel andere fans voor. Laat in de reacties maar weten wat jullie denken dat het is. Wat is het? Doe een gok. Dennis een nieuwe mol. En die gaan we in de toekomst, dat is zeer nabije toekomst waarschijnlijk wel, in het vlog voorbij zien komen wat het uiteindelijk gaat zijn voor figuur. Ja. En weg. En... Hier heb ik alles uitgehaald. Ik ga het ook niet klaarzetten meer. Morgen maar weer. Autootjes zijn dus uit de ballen. Die moet nog verder afgegoten worden, neem ik aan. Ja, ja, maar dat is deze. Maar dat is een hele grote. Of er zit echt voor de helft zit die vol. En het is een beetje zonde om hem helemaal te verwarmen voor alleen dat afgieten. Ja. Oh ja. Als ik dat dan doe, dan wil ik gelijk. Een autootje gieten misschien. Iets anders. Of ja, precies. Maar niet alleen maar om dat even af te gieten. Oh. Maar dit is dezelfde kleur. Ik weet alleen niet of die goed is. Die is leeg, die heb ik gedaagd. Even kijken. Gaan we een geboorte zien van een kaars weer? Ja, hier had ik steeds problemen mee met. Oeh, uit de mal halen, want die braken die oortjes af. Maar het is een uiltje die. Ja. Hopelijk geboren gaat worden. Hier komen uilen dus niet uit een ei vandaan, maar gewoon dus uit een mol. En dan nog natuurlijk voor het afveunen en zo. Dus dan moet ik even kijken. Zo. En dan is dit het cruciale moment. Dus even kijken, waar ben je gezichtje hier? Nou, het maakt niet uit, want ik heb hem al afgekeurd. Oh jee. Wat? Knip, knip. Ja, dan doe ik hem dus niet hier, maar hier. Want ik ga hem weer... Kijk, er zitten gewoon heel veel luchtbelletjes zitten erin. Overal. En ook voornamelijk bij de ogen. Kijk, dat zijn de dingen die moeten gewoon helemaal goed zijn. Maar hier overal. Luchtbelletje, luchtbelletje, luchtbelletje. Dus ik moet het...
En dan hoor ik de kijkers al denken, oh, maar dat valt toch best mee. Die kan je toch best verkopen. Ja, maar kijk hier ook in de rij. Juist bij de ogen, ja, vind ik het belangrijkste. Dat valt ons allemaal niet op. Wij vinden dat prima. Ja, oeh. Maar nee, dat paraffinebadje moet ik even gaan verbeteren. Ja, dus jullie zien het. Dennis is echt heel erg perfectionistisch. Hij wil dus gewoon echt perfecte kaars hebben. Nou, niet perfect, perfect, maar juist bij de ogen en hier. Maar dit zijn gewoon echt heel veel lucht. Heel veel, dit is te veel. Ja, ik zelf zou dit ook echt totaal niet storend vinden. Ook hier. Ik denk, joh, het is handwerk. Daar mag het gewoon bij. Maar goed. Kijk, en deze heb ik afgekeurd. Waarom? Kijk, moest je kijken. Hele mooie oranje. Dan denk je van, nou, perfect. Zijkanten perfect. Maar juist, weet je, de bovenkant. Zwarte spikkeltjes. En hier wat gaatjes en zo. En dan denk ik... Ja, maar kijk jij eens naar het dak van jouw auto. Dat is ook niet helemaal meer mooi rood. Deze zitten ook. Putjes en dingetjes en dan dat soort dingetjes allemaal. Nee, maar Nick, kijk, als er dan hier eens ergens een zwart spikkeltje vindt, dan vind ik, oké. Maar juist, dit zie je continu. Denk ik, maar op zich, kijk, deze gebruik ik gewoon helemaal. Dat schraap ik er dan af. Dus die zwarte spikkeltjes, die zijn dan, die gaan in de vuilnisbak. En ja, waar dat dan af en toe vandaan komt, want ik maak die bak natuurlijk helemaal schoon. En dan ja, misschien uit een lontje of uit een zakje met kleurstof, dat het er, want dit lost niet op. Dus dat is gewoon jammer. En kijk, zo'n mal zit natuurlijk zo. Dus als je dat giet, dan gaan juist die kleine beetjes, die vuiltjes, die zakken natuurlijk naar de bodem. En dan zie je dat juist. Komt dat ook de bovenkant juist boven. Dus, maar goed, ze gaan gewoon in de herkansing. Ja. Maar dus, goed, jullie als kijker hebben het wel vaker gezegd. Wij vinden het niet erg hoor, zulke kleine oneffenheden. Maar Dennis vindt het dus wel erg. Kijk, een leuk kleurtje deze. Hallo. Ik heb het over je oneffenheden, dat jij dat dus niet accepteert. Nou, kijk, hier zit het toch ook al een beetje, maar dat de ene keer kan het en de andere keer niet. Mooi klutje. Ja, maar waarom wordt het hier wel in geaccepteerd? Nou, dit zijn walletjes. Kijk, dat is een beetje rafelig. Walletjes zijn een beetje rafelig. Ja. Dus, nou, dan hoort het erbij. Deze uil die heeft gevochten, dus die heeft een gehavend veertje. En nog een gehavend veertje. Ja. En die heeft wat butjes in zijn ogen gekregen door de snavelpipjes. Hij is gewoon uit de boom geflikkerd. Ja, bijvoorbeeld. Dus het is een wat gehavend uiltje. Met een snaveltje even eerst. Wat amper te zien is. Goed. Het uiltje gaat gewoon... Oeh, kijk, want die komt hieruit. Dit is de kleur. Zo. Die zit gewoon te wachten op zijn tweede kans. Ja, net een phoenix. Ja, maar dan heb ik het idee dat... omdat het dat dus het bad... zal het bij deze ook wel het geval zijn. Maar het gaat... Ja, ik denk het wel. Maar goed, zullen we wel zien. Test van het! Zoals jullie dus maar, Dennis is gewoon perfectionistisch en die wil dus geen oneffenheidjes in zijn kaarsjes hebben. Terwijl ik zoiets denk van, joh, die kleine oneffenheden, dat moet makkelijk kunnen. Het is tenslotte handwerk. Niks is perfect. Ik heb het in mijn haak- en breiwerk af en toe ook natuurlijk wel eens dat er een steekje meer of minder in zit. Of een verkeerd steekje of wat dan ook. Of er wordt ergens wat in gesmokkeld. Zeg ik altijd, joh, dat is je handtekening aan het werk. Kijk, verschil dan. Hier. Kijk. Hier heb je al die luchtbelletjes er niet omheen. En dat zijn mooie. Maar in de natuur bestaat ook niet de perfecte uil. Ja, dus, nee, maar dit... Als het hier een beetje is, vind ik niet erg. Maar dit, het aanzicht, daar wil ik ze niet zien. Nou, laten jullie het gewoon in de reacties weten hoe jullie erover denken. Ja, niet dat het wat uitmaakt, want Dennis blijft toch even goed perfectionistisch. In het verleden is er ook nog wel eens door jullie geopperd van, joh, kaarsen die een beetje mislukt zijn, gooi die in de aanbieding voor een klein bedragje of goedkoper bedragje of wat dan ook. Maar dat wil Dennis allemaal niet. Maar laten jullie het gewoon weten, want jullie zijn tenslotte de klanten. Klant is koning, Den. Mm-hmm. Ja, maar daar heeft die eil niks meer van, want dat lontje is er al af. Ja, dus. Ja. Maar goed. Nee, maar weet je, als ik ze nou weg moet gooien, dan is het wat anders. He, dan is het zonde. Dan denk je van, nou inderdaad, voor een keer, maar ik gooi ze niet weg. Dat gaat in de hergebruik. Dus. Oh, en ik had ook nog verpakkingsmateriaal gescoord. Oké.
mijn bek. Hier had een collega mee. Voor mij. Allemaal bubbels. Bubbeltjes plastic. En dit vond ik in de container. In de kelder. Kijk. Allemaal leuke. Luchtpockets. Allemaal. Ja, maar deze vond ik wel grappig. Die had ik niet eerder. Je kunt hem mooi op de bodem van een doos. De lucht. Dat maakt het allemaal risico op butsen en beschadigde kaarsen weer een stukje kleiner. Ja, en een mooi doosje. Ja. En zo doen wij aan recyclen. Recyclen, ja. In plaats van al het nieuwe spul kopen, nemen we het gewoon op allerlei plekjes allemaal mee. Als je echt nodig hebt, heb ik ook. Kijk, ik heb ook wel nieuw. Ja, maar als het niet hoeft. Alles wat we kunnen recyclen, recyclen. Dus het is wel heel erg mooi. Dus we krijgen ook van alle kanten doosjes gedoneerd. Mensen bewaren nog wel eens dozen voor ons ook. Waarvan ze dan zeggen van, joh, kunnen jullie weer of kaarsjes. Of als ik eens een keer een giveaway heb of wat dan ook. Spulletjes in opsturen. Dus dat. Ik ga het weekvlog sluiten. Want het is inmiddels alweer 12 uur geweest. Vrijdag zit erop. De week zit erop. Dus ik ga jullie weer bedanken voor het kijken naar dit weekvlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond mezelf wel erg rommelig. Raar, vreemd. Maar goed, het was ook een beetje een rare, vreemde week. Maar goed, Camburn. Heb je nog steeds koud? Nee, ik heb het nu behagelijk. Oh, je hebt het behagelijk. Behagelijk, ja. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. In ieder geval weer bedankt voor het kijken. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, druk vooral eventjes op de abonneerknop om abonnee te worden van mijn kanaal. En dan maak je mij weer heel erg happy mee. Het kost jou voor de rest niks, dus klik daar vooral eventjes op. Als je op de abonneerknop geklikt hebt, dan verschijnt er ook een belletje. En als je dan een lel op de bel geeft, dan krijg je in het vervolg ook nog eens een melding als er een nieuwe video verschijnt. En dan zegt Dennis altijd met de bel. Tinglinglingling. Yep, precies. En mocht je deze video leuk gevonden hebben, geef me ook eventjes een duimpje omhoog. Want dan zit je ook YouTube aan het werk. Werkt YouTube lekker mee om het kanaal te laten groeien. Want dan krijg ik aanbevelingen op andere plekken. En daarmee helpen jullie dus ook het kanaal lekker te laten groeien. En laat ook gewoon gezellig weer eventjes een reactie achter onder deze video. Want dat vind ik altijd erg leuk om te lezen. Nou, we hebben goed uitzicht. Ja, net zoals vorige week. Toen eindigen we ook op deze manier volgens mij met pep in de kont. Ja, je kan ook even omdraaien, hè. Ja, maar ik zie een draadje erboven op de muur. Oh, dus dat vind ik wel heel erg interessant. Ik ga maar even een beetje zo staan. Kijk, dan heb je wel de giegel erbij. Ja. Koek, koek. Goed. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. We zien elkaar terug volgende week in het nieuwe weekvlog. Zien we elkaar niet in een weekvlog, dan zien we elkaar vast en zeker wel weer in een andere video van mij op mijn kanaal. Want die worden op het moment ook allemaal wel lekker bekeken. Ik zie ook weer heel veel reacties komen onder oude video's van mij. Dus neem vooral lekker een kijkje op mijn kanaal. Er is genoeg te zien. En wij zien elkaar dan sowieso volgende week weer terug in een nieuwe weekvlog. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doeg! Doeg.